Je hebt je WK erop zitten. Nou, ik zag je eerder deze week met bijna betraande ogen volgens mij voor de webcam zitten. En eind van de week zag ik je wel lachen. Ja, het WK dus in Nieuw-Zeeland. En was een vrij heftige week eigenlijk. Begin van de week liep het niet. De hele week hadden we struggle met de snelheid. Maar begin van de week had dat zoveel impact eigenlijk op het resultaat. Dat ik halverwege de week dacht van jeetje. Toen stond ik een plaatsje op 25. Ja, hiervoor doe ik niet mee. En toen konden we de knop omzetten en het tweede deel van de week grandioos. Bezig zijn we met materiaal testen voor de Spelen. En hoe eerder we dat hebben getackled, hoe beter. En dat zit nog steeds, daar zijn we nog steeds niet mee klaar. En ik denk als we dat nog beter op elkaar afstemmen, dan hebben we het over de mast en de zeil combinatie. Ja, dan komt er nog meer rust en dan komt er nog meer vrijheid en ruimte om de goede beslissingen te maken. Maar desondanks die onrust over de snelheid en onrust over het materiaal, ja, toch een sterke serie. Gaat je derde Olympische Spelen varen? Ja, heel veel zin in. En ik merk een groot verschil. Kijk, in China ging ik erheen en wou ik een goed resultaat. In Londen ging ik erheen en wou ik eigenlijk een medaille. Nu het voelt veel meer dat ik rust erin heb. Afstand, overzicht. En voelt veel beter aan dan de afgelopen twee keer. Ja, dat is toch een stuk ervaring, denk ik. Hoe ziet jouw Road to Rio er verder uit? Ja, veel trainen nog, dit deel. Dan op 1 maart echt de rust van het materiaal. Dan is dat gedeelte afgelopen. Dan hebben we een wedstrijdperiode in maart, april en mei. Dan nog 2 maanden specifiek in Rio zijn. En dan zijn we er klaar voor. Gaan we je op het podium zien in Rio? Ja, ik ben er vol vertrouwen van. Je hebt wat goed te maken nog, hè? Ja, ik neem dat niet mee. Ik heb daarvan geleerd. Londen heb ik echt, heb ik echt mijn lessen uitgepakt. En Rio is nieuw. Je moet er niet met bagage ingaan. Ik geloof niet dat je daar met heel veel verwachtingen en heel veel druk op moet ingaan. Ik wil daar de beste serie neerzetten die ik ooit heb gedaan. Maar wel met een vrije geest. Want Rio gaat veel over goede strategie. De wind is veranderlijk. En elke baan, we hebben daar een aantal banen, die zijn ook elke keer anders. Dus zorg voor zoveel mogelijk ruimte. Vertrouwen in de snelheid en dan komt het goed.